Met die twee heeft die poepje laten ruiken. Nu wachten, dan maar ruiken. Annemarie Pen, u bent de burgemeester van Maastricht. Proficiat. Dankjewel. Ik feliciteer ook het hele land hiermee. Je woont de beste wielrenner van de wereld, hè? Yes! Ja! Ja, ja, en dat is Tom Dumoulin. Bon, dame. Wat hij heeft gemaakt, dat is ongelooflijk, hè? Prima. En een mooie cyclist. Ondanks dat hij een paar minuten heeft zitten kakken, heeft hij toch gewonnen. Ja. En iedereen heeft het nu over de sanitaire stop. Hij heeft ze een poepje laten ruiken. Ja. Zat u ook met samengeknepen billen voor de buis? Schij uit, dat was verschrikkelijk. Ik begon op de bank, maar ik zat er een meter vanaf toen het zover was. Met tranen in de ogen. Gaat u een cadeautje geven aan Dumoulin? Ja, we zullen allemaal ergens iets kopen. Hè? Een wc-rol misschien? Alsjeblieft. Een wc-rol misschien? Gaat u Tom Dumoulin huldigen in Cannes, in het dorpje waar hij woont? Ja, we gaan sowieso iets doen om Tom te eren voor zijn knalprestatie. We gaan straks bijvoorbeeld de brug in Cannes gaan we rosé laten kleuren. Tom is van Maastricht, geboren en getogen. Iedereen kent hem. Hoe gaat u deze Maastrichtenaar in het zonnetje zetten? Dat gaat woensdagavond gebeuren om 19:30 hier op de markt, stadhuis. En we zullen alles roze kleuren, inderdaad. Dus zult u de strijd aan moeten gaan met de gemeente Maastricht. De geboorteplaats van Dumoulin, want die willen ook graag hem eren. Ja, Tom is uiteraard geboren en getogen in Maastricht, maar hij woont nu in Riems en nu is hij eigenlijk ook van ons. En we zijn heel blij dat hij in Riems woont. Het is een dorpsgenoot hebben ons, hè. Denkt u dat Tom hier blij mee gaat zijn? Ja, dat zullen we wel zien, hè. Dat twijfel ik me af, hè. Tjoe, dat blijft niet vast, dat.